Nou, welkom hier bij ons. Dankjewel. We gaan het eventjes ook hebben over je motivatie om de politiek in te gaan. En dan ook met name wat u misschien gaat betekenen voor jongeren. Want ja, daar zijn we natuurlijk voor. Hoe bent u in aanraking gekomen met politiek? Ik heb voor meerdere keren verkiezingen de kieswijzer geraadpleegd. En bijna altijd kwam ik uit op het 50-plus programma. In de laatste jaren. Hè. Dus 50-plus bestaat vanaf 2013 zo'n beetje. En dat was heel opmerkelijk. Maar ik heb me om die reden dus eigenlijk ook bij de, in 2015 aangemeld bij 50-plus vereniging. Ja. Oké, dat is nog niet zo heel lang geleden eigenlijk. Nee, dat is niet zo heel lang geleden. Dus niet een heel leven lang vol politiek geleid? Daarvoor ben ik nooit lid geweest van geen enkele politieke partij. Oké, en nu gelijk lijsttrekker. Hoe is dat? Dat voelt een beetje vreemd. Niet omdat ik dat niet wil doen, maar omdat de manier waarop dat dan ontstaat. Je bent een verontruste burger. Je verwoordt de zaken binnen de vereniging, binnen de partij. En toen hadden we op het laatste moment een vergadering, een ledenvergadering van we moeten toch meedoen met de provinciale statenverkiezingen. En, maar dan, als je dat vindt als vergadering, dan moet je natuurlijk ook kandidaten hebben. Nou, er melden zich 5 kandidaten. En waaronder ik. En vervolgens werd ik door de ledenvergadering unaniem tot lijsttrekker gekozen. En daarom zit ik nou hier. Hele eer. Ja. Want baart het je ook zorgen dat heel veel jongeren zich niet echt interesseren in de politiek? Nou, er zijn 2 problemen. En dat is het. Dat is feitelijk is dat de woningnood, zou je dat kunnen noemen. En op het moment dat je 5,1 miljoen eensgezinswoningen in Nederland hebt. En je hebt vervolgens maar 2,6 miljoen huishoudens die daaraan beantwoorden aan dat profiel. Dan zit er iets scheef in de woningmarkt. Even los van het feit dat die vraagprijzen naar de hemel zijn gegroeid. En dus het is eigenlijk niet betaalbaar, maar er komt ook geen doorstroming op gang. En waar het om gaat is dat als je woningbouwprojecten hebt en je laat daar de seniorenwensen wat meer in tevoorschijn komen, dan heb je kans dat senioren hun huidige huizen gaan verlaten en oversteken. En dan komt er een stukje doorstroming op gang. Ja, het is allemaal verbonden met elkaar. En daar hebben de jongeren dan weer belang bij. Ja, inderdaad. Ja. Nou, we gaan het erover hebben. Woningbouw zit ook in het thema van vandaag. Ja. Dus we gaan gauw door met de eerste stelling. Het openbaar vervoer is de levenslijn voor veel mensen in de afgelegen dorpen. Steeds meer bushaltes verdwijnen en sommige jongeren moeten uren reizen om naar school te gaan. Een treinverbinding tussen Friesland, Groningen en de Randstad zou goed zijn voor de Friese economie en de kennisvlucht tegengaan. De provincie heeft beperkte middelen. Waar moet eerst geïnvesteerd worden? De brain drain verkleinen door de bouw van de lelielijn? Of de bereikbaarheid in heel Friesland te vergroten om de leefbaarheid in de hele provincie te bewaken? De leefbaarheid is een belangrijk thema. Dat moet je hoog in het vaandel houden. En als je dan de afweging moet maken van hoe richt je het openbaar vervoer in, dan kun je naar het algemeen belang kijken. Dan zeg je van nou, wij als 50PLUS zeggen dan, als je de lelielijn doortrekt naar de kop van Duitsland en richting Scandinavië, hè, dus dan komen we de plaatsen Hamburg, Berlijn en Hamburg en Berlijn en Kopenhagen in beeld. Ja, dan heb je een goede toevoeging aan wat je nu lelielijn zou willen noemen. En aan de andere kant is het zo dat als je zo'n lijn eenmaal neerlegt en je gaat in Friesland 1 of 2 stations aanwijzen, dan kan dat aanzuigende werking hebben voor wat betreft de woningvraag voor mensen die wel in de Randstad blijven werken, maar dan op het platteland of tenminste in het noorden willen wonen. Ja. En dan kan leefbaarheid onder druk komen. Dus dan trekt dat een enorme wissel op de gemeenten. Om te zeggen van, wacht eens even, hoeveel groei willen wij toestaan? Want waarom komt die leefbaarheid onder druk door extra woningen? Je kunt het woningnoodprobleem in de noordelijke provincies voor het hele land niet oplossen. Dus op een bescheiden schaal kun je voor woningbouw gaan.
Er zijn best wel projecten. Hinderlopen heeft een plan om 63 woningen te bouwen. Tegen de eigen kern aan. Dus dat is dan bouwen tegen de kern of in de kern. In een woonkern. In mijn geboorteplek, in mijn geboorteplaats Blauwhuis. Vroeger heette dat Wim Britseren deel. Tegenwoordig is het gemeente Zuidwest-Friesland. Dan heb je het over dat ze vier locaties hebben kunnen aanwijzen tegen hun eigen dorp aan. Waarbij de dorpsbuurt intact blijven en dan toch zeggen van hé, daar kunnen we woningbouw toestaan. Maar ja, dan gaat het ook om de vraag van en wie wil er dan wonen? Nou, natuurlijk de mensen die in Friesland willen blijven wonen als ze een starterswoning willen hebben. Ja, en die Lelylijn, die helpt daar niet in mee, denk ik. Die kan wat dat betreft prijsopdrijvend gaan werken ook weer. Want dan komt er weer meer kopers op de woningmarkt en dan krijg je weer een vraagprijsstijging. Ja. Dat gaat dan hinderen. Klopt. Dus jullie willen gewoon liever niet een Lelylijn? Als je de Lelylijn een karakter geeft dat het alleen maar een snelle verbinding tussen de Randstad en de noordelijke provincies definieert. Dan kan het ten koste gaan van leverheid en dan is het niet goed. Trek je hem door naar de kop van Duitsland, Hamburg en Berlijn en Kopenhagen, dan zeg ik ja, dan heeft het een extra functie en dan kun je erover nadenken. Oké, dus jullie zouden liever... Ik noem een voorbeeld. We hebben in Haarlem een project gehad, dat was de Zuidtangent en die moest eigenlijk vanaf een buslijn. Dus eigenlijk wilden ze een beetje een tramachtig idee, maar het is een buslijn geworden. Helemaal vanuit de Muiden vandaan naar Schiphol. Over Haarlem en Haarlem-Zuid. En uiteindelijk is het project, startpunt is Haarlem station geworden. Zuidagent, aparte tunnel, aparte busbaan, helemaal dwars door de polder heen naar Schiphol. Maar wat ze vergaten te zeggen, toen de lijn actief was, dat ze de buslijn Sparendam-Haarlem gingen halveren of zelfs opheffen. Kijk, en dan doe je dingen niet goed. Ja. En dat vrees je dan ook. Als de grote projecten trekken de aandacht, prima. Maar dan mag dat niet ten koste gaan van de leverheid op het platteland. Ja, want hoe moet het nu met het OV dan in Friesland? Zeker de randen zijn lastig te bereiken. Ja, er gaat nog steeds een buslijn weliswaar langs de provinciale weg. Maar het dorp Parga heeft nog gewoon een bushalte aan de provinciale weg. Ja, ze zijn er nog wel, maar de bussen rijden ook veel wel leeg. Hoe moeten we dat OV veranderen zodat het wel in stand blijft? Daar kun je dus goed naar kijken. Dat wil zeggen dat als je 's morgens in de spits, hè, alles en iedereen moet tegelijkertijd naar de grotere woonkernen waar de scholen zijn, of waar het werk is, of waar de zorginstellingen zitten. En als je dan met z'n allen tegelijkertijd gaat, ja, dan zitten de spitsbussen overvol. Dat is een reden waarom ik op een gegeven moment niet meer vanuit Haarlem naar Schiphol met de bus ging. Want dan zitten die overvol en dat is in november en in december met natte regenjas is dat helemaal niet fijn. En dan omgekeerd moet je een hekel hebben aan lege bussen laten rijden. Daar moet je gewoon een hekel aan hebben. Dan is het, ten eerste is het een private partij, hè. We hebben ons openbaar vervoer geprivatiseerd. Dus de private partij heeft tot taak om zijn eigen marketing te doen, om zijn eigen klanten te werven, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant moet je kijken, van, joh, hoe kunnen we de vervoersvraag, als die ontstaat, hoe kun je die het beste bedienen? En dat kan natuurlijk een belbus zijn. Nou, ja, je kunt wel wat dingen bedenken. Maar het is een illusie om te bedenken dat je elke kleine dorpskern of elke kleine woonkern fijnmazig openbaar vervoer kan aanbieden. Dat gaat hem niet worden. Nee, helder. Dan moeten we nu door naar de tweede stelling. Cultuur is een breed thema wat voor veel mensen belangrijk is. Afgelopen jaren is er op het gebied van cultuur veel ingezet op grote evenementen, waar veel mensen op afkomen. Tegelijkertijd heeft cultuur ook op persoonlijk niveau een grote waarde voor de Friese maatschappij. Moeten we als provincie Friesland inzetten op grote evenementen zoals Bosk en de Reuzen, of investeren in het toegankelijk maken van cultuur op persoonlijk niveau? Ja, kijk, als je op een gegeven moment de ambitie hebt, hè, en die is er geweest en die is ook ingevuld, om de culturele hoofdstad van Europa te zijn,
ja, dan ontkom je er niet aan dat je daar een groot evenement of meerdere grote evenementen aan verbindt. Daar moet je consequent in zijn, dan moet je dat ook zeker doen. En je moet ook niet uitsluiten om zo nu en dan een groot evenement te hebben. Maar tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor het culturele leven van je eigen inwoners in Leeuwarden of in de andere woonkernen. En voor een deel vullen ze natuurlijk zelf ook dingen in, maar je moet daar ook een ruimte voor houden. Ja. Ja, want wat zouden jullie dan liever willen of eigenlijk eerder in investeren? Cultuur op persoonlijk niveau of dan toch de blockbusters hier naartoe halen? Ja, kijk, cultuur is niet een persoonlijke beleving in de zin van je gaat in je eentje een muziekvereniging doen of zo. Dat gaat niet. Je doet het altijd voor een gemeenschap, voor een dorpsgemeenschap. Die vullen voor zichzelf natuurlijk ook een bepaalde verenigingsleven in. En zorgen dan eigenlijk ook voor een stukje eigen cultuur in dorp of stad. En aan de andere kant mag je ook best zeg maar daarin een stukje stimulering doen of zelfs een keer een evenement in die richting plaatsen. Je hoeft niet alles in Leeuwarden te doen. Dus er zijn meer goede plekken om in Friesland om dingen te ondernemen. Ja, dat is ook een van onze vragen inderdaad. Wordt er niet te veel gekeken naar Leeuwarden, terwijl we ook nog heel andere mooie steden hebben? Nou, Leeuwarden was natuurlijk culturele hoofdstad en dat zuigt aan. Dus dat is ook helemaal niet onterecht. Dat moet je ook niet afkeuren. En tegelijkertijd is het zeelevenement in Harlingen is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld dat het op andere plekken ook kan. Heeft Heerenveen de ambitie om eens een keer een groot cultureel evenement te doen? Dan kom je dus op gemeentelijk niveau terecht. En dan moet je vooral ook daar de keuze laten. De mensen moeten daar zelf de keuze maken, willen we het wel of willen we het niet? Ja, want is cultuur een taak van de gemeente eigenlijk? Meer een taak dan van de provincie? Ja, beide eigenlijk. De provincie heeft dat ook in zijn portefeuille, besteedt er ook behoorlijk wat middelen aan. Aan de andere kant is het zo dat je in de gemeente, kijk, Sportclub Heerenveen of Sportclub Palmuur, dat zijn ook culturele, weliswaar passieve recreatie, maar het hoort ook bij onze cultuur. En het Tialfstadion hoort ook bij onze schaatscultuur. Dus ja, wat noem je dan cultuur? Het is niet alleen een museum of een voorstelling in een theatergebouw. Ja, want er gaat natuurlijk wel vrij veel geld ook vanuit de provincie naar bijvoorbeeld het Fries Museum hier in Leeuwarden. Arcadia, wat we nu kennen, gaan vele miljoenen zelfs naartoe. Investeer je dan wel genoeg in cultureel talent in Friesland? Dat kan ik op zich kan ik die beoordeling niet maken. Of wat is genoeg? Maar aan de andere kant is het ook zo, vanuit de gemeenschap mag je ook rustig de vraag stellen van kunnen we niet dit of kunnen we niet dat? Of zouden jullie kunnen ondersteunen zus of zo? Dus je mag het ook een beetje van onderop verwachten dat dan een stukje vraag oplevert. Ja, want wat vindt u zelf leuker om naartoe te gaan? Naar een Iep en Lofspeel, lekker in het dorp ergens? Of dan toch te kijken naar grote reuzen die hier voorbij wandelen? Ik ga bij voorkeur niet naar grote festivals. Okay. Dat sowieso. Maar als je dan zo'n evenement als Bosk in Leeuwarden doet, nou, dat vind ik dan heel opmerkelijk, hè, want dat is een hele aparte benadering. Tegelijkertijd is het zo dat de mensen in de stad ook doorkrijgen dat als je een plein volop in de zon hebt, dat het dan warm wordt. En als je zo'n bos-evenement hebt, dan blijft het koeler. En dat is ook wel heel opmerkelijk. Dus dat vond ik wel interessant genoeg om een kijkje voor te nemen. Ja. Duidelijk. Gaan we door weer naar de volgende stelling. Er is een enorm woningtekort. Studenten hebben moeite met het vinden van een betaalbare huurwoning of kamer.
En starters hebben moeite met het vinden van een eerste koopwoning. Senioren die hun huis uit willen, hebben te weinig passende opties. Hierdoor komt de gewenste doorstroming niet op gang. Friesland is bij uitstek een ruim en groen gebied. Toch heeft iedereen recht op een fatsoenlijke woning. Om de huidige woningnood aan te pakken, moet het Friese landschap en de natuur ruimte maken voor extra woningen. In zijn algemeenheid geldt dat Nederland is ingedeeld, Friesland is ingedeeld. En op het moment dat je de een wat wil, woningbouw, dan zal de andere een beetje in moeten schuiven. Hè. Dus je moet een beetje opzij, en dat geldt dan. Hè. Dus in dit geval ga je dan een stukje agrarisch gebied of je gaat een stukje natuurgebied offeren om daar woningen op te bouwen. En zo is Leeuwarden ook groot geworden, zo is Bolsward groot geworden, zo is Sneek groot geworden en Drachten en Heerenveen. Maar ook de kleinere woonkernen hebben dan een stukje groei ten koste van. Nou, en nu is het de vraag van wat is genoeg? Ja. Of kun je nog, nou en dan zijn er best wel ideeën. En een mooi voorbeeld is natuurlijk dat Van Wijnen in Heerenveen zeg maar demontabele prefabwoningen kan neerzetten. En dan is het niet definitief om zo'n stuk gebied te bezetten. En aan de andere kant is het zo, als je de woonwensen, hebben we het over gehad, als je de woonwensen van bijvoorbeeld de studenten, maar ook van de senioren, veel beter in een woningbouwproject inbrengt en daar ook rekening mee houdt, dan kun je hopelijk aan de bovenkant een stukje doorstroming op gang brengen. En aan de onderkant, specifiek voor de doelgroep jongeren en studenten, ook projecten realiseren. Ja, want wat voor huizen moeten er dan komen? Tijdelijk hoor ik je al zeggen. Moeten we inderdaad de prefab woningen omarmen? Dat is even de vraag. Want als je naar de bevolkingskarakteristiek van Friesland kijkt, dan zie je dat zeg maar in rondom mijn leeftijd, 71 jaar, daar zit een buik in die opbouw van de bevolking. En op enig moment, ik heb niet het eeuwige leven, maar mijn generatiegenoten ook niet, dan zijn we er niet meer. En dan is het de vraag van, jongen, heb je alles wat je nu bouwt, heb je dan te veel? Vraagteken. Ja. En aan de andere kant is het zo, als je voor senioren wilt bouwen, dan gaat het over comfortabele woningen, betaalbaar, levensloopbestendig en liefst een beetje kleiner dan waar ze nu in zitten. Ja, want willen senioren wel verhuizen? En op het moment dat dat een duurdere, hogere woonlosten betekent, dan heb je een grote drempel. Ja. Dan zijn er een aantal die ik gewoon niet oversteken. Nee, precies. Dus betaalbaar en comfortabel. Ja. En dan kunnen we de doorstroming meer op gang brengen. Dan heb je kans dat de doorstroming op gang komt. Want dan heb je ook nog te maken met de sociale omgeving van ouderen. De oma's willen niet zo graag ver van de kleinkinderen af. Dus dat willen ze niet. En omgekeerd. Er zit er nog een factor bij van op het moment dat je gaat verhuizen, is er dan zorg in de buurt, kun je zorginstellingen makkelijk bereiken. Dus er zijn ook nog wat omgevingsfactoren die dat bepalen. Ja, dus jullie zijn ook voornamelijk voor bouwen in de kernen of vlakbij de kernen, woonkernen. Moeten we dan kijken naar inbreiding, het verbouwen van kantoorpanden of een tijdelijke nieuwbouw? De prioriteit moet eigenlijk liggen bij bouwen in de woonkernen, in de kleine woonkernen, in de grote woonkernen. Dus zoveel mogelijk in de bestaande woonkernen. En op het moment dat er dus ruimte is om dicht tegen de woonkernen aan nog wat te realiseren, als de mensen die daar wonen daar zeg maar mee instemmen of zelfs met het initiatief komen, nou, dan kun je daar gebruik van maken. Ja. Gaan we weer door naar de volgende stelling. Na het sporten een lekkere warme douche en de verwarming van het clubhuis aan, door de stijgende energiekosten zijn veel clubs gedwongen om de contributies te verhogen. Clubs geven aan dat in sommige gevallen 15% van de leden de contributie niet meer kunnen betalen, waardoor kinderen noodgedwongen moeten stoppen met sporten. Provincie Friesland moet geld beschikbaar stellen om sportvoorzieningen betaalbaar te houden met oog op de energiecrisis.
Ja, dat is een... Kijk, we hebben de stijgende huurprijzen, stijgende energieprijzen, inflatie, hogere prijzen voor de levensmiddelen, voedingsmiddelen. En als 50-plusser ben ik als bezorgde burger, kijk ik met argusogen van, joh, waarom is de toeloop naar de voedselbank zo hoog geworden? En hoe is het mogelijk dat we eigenlijk ontbijttasje uit moeten delen op de basisscholen? Het Rode Kruis deelt zomaar 100.000 die tassen uit. En dan is het de vraag, joh, doen we nog wel iets goed? Doen we het wel goed in onze samenleving? Het moet niet zo zijn dat je in een rijk land als Nederland, we zijn gewoon een rijk land, dat je dan dat soort faciliteiten in het leven moet roepen. Het Rode Kruis krijgt onder andere ondersteuning van de gemeenten. Hè, dus dat Frieske Marren, Zuid-West-Friesland zijn daar. Leeuwarden is daar ook een voorbeeld van. Ja. En op gemeentelijk niveau heeft men kennelijk al enigszins een beeld van waar zit de problematiek. Vanuit de provincie zou je, zeker ook als het Rijk meedoet om zeg maar middelen ter beschikking te stellen voor dat doel. En dat doen ze ook al. En de provincie Friesland zou daar ook aan mee kunnen doen. Maar juist bij de gemeenten ligt waarschijnlijk dan wel het inzicht van op welke plek hebben we dat dan precies nodig. En dan even los van het feit, als je dus vindt dat jeugd gezond groot moet worden, dan ga je de vraag stellen van welke voeding is het dan? Moet je warme lunches gaan maken in plaats van dat er supermarkten afgestroopt worden? Moet je de jeugd aan de sporten zien te krijgen en te houden? En dat laatste is heel belangrijk. Ik heb dat als ervaring. Ja, is dat een provinciale taak om de jeugd of eigenlijk iedere Fries gezond te houden? Ik ben vanaf 1980 tot en met 2017 werkzaam geweest, beroepsmatig op Schiphol, in de vrije tijd schaatstrainer. Regionaal trainer. En het is heel belangrijk dat je de jeugd vanuit de verenigingen stimuleert om te komen jeugdschaatsen en de sport te gaan beoefenen als ze het leuk vinden. Het maakt niet uit welke sport je gaat beoefenen, maar ze moeten aan het sporten gaan, want dat is goed voor je. En ik denk dat we dat van harte moeten ondersteunen als we daar steun aan moeten geven. Ja. Of het betekent dat je dan zeg maar de verwarming van de vereniging moet betalen, dat is dan weer een ander verhaal. Maar er zijn natuurlijk mensen die waarvan je zegt van joh, het jochie wil graag voetballen, prima, we kunnen het niet betalen. Nou, dan zul je daar maar aan moeten passen, want het voetballen voor zijn kind moet eigenlijk wel doorgaan. Ja. Want bijvoorbeeld de dorpshuizen krijgen nu ook vanuit de provincie een energietoeslag. Ja. Omdat het natuurlijk, iedereen kan er naartoe, dus dan een warme kamer. Sportvoorzieningen hebben eigenlijk natuurlijk diezelfde soort functie, dat bij elkaar komen. Moet de provincie daar dan niet ook zo'n potje voor klaar hebben liggen? Of de vraag is of je het vanuit de overheden moet doen en welke overheid dan dat gaat doen. Als de provincie dat, als de statenleden vinden met z'n allen dat de provincie daar een taak in heeft, prima, dan zou je dat kunnen overwegen en ook uitvoeren. En als de gemeenten vinden van nee, dat is meer ligt op onze weg, omdat we veel beter beeld hebben over hoe de sportaccommodaties gebruikt worden, ja, dan kan dat ook. Maar het liefst hou je zoveel mogelijk je sportverenigingen intact en betaalbaar. Ja. Hebben jullie als partij hier ook nog extra oog voor de echte Friese sporten? Kaatsen, viljappen, scootjesielen? Ja. Nou ja, van huis uit ben ik een retreader. Ja. Maar ik ben wel een fan van viljappen en van het keertsen. Ja, schaatsen kunnen er ook wel bij pakken hoor. Dat is ook natuurlijk buiten Fries. Nee, maar het kaatsen als sport heb ik nooit echt bedreven. Wel eens een keer een leuk kermispartijtje of zo, maar ik was er niet goed in. Maar het is wel een leuk spel om naar te kijken ook. Ja.
Ik ben meerdere keren in Vraneker naar de PC geweest. De dorpskaatswedstrijden. Ik heb jarenlang in Wit-Marsum gewoond. Dus ja, dat is wel een hoek waar het kaatsen wel een goede, fervente sport is. Dus dat moeten we wel behouden met z'n allen. Dat is ook een stukje cultuur wat we met elkaar in stand moeten houden en in stand moeten zien te houden. Ja. Krijgen die sporten dan voorrang op voetbal, volleybal, hockey, basketbal? Nee, zover zou ik daar niet in gaan. Okay. Want voetballen vind ik ook een leuke sport. Dus dat trekken jullie wel gelijk? Dat trek ik. Ik zou dat adviseren aan mijn achterban om dat gelijk te trekken. Okay. Maar dan denk ik als individuele burger. Ja. Helder. Gaan we weer door naar volgende. Het verduurzamen van onze energiebronnen is een van de meest beladen onderwerpen. De provincie wordt door het Rijk mee verantwoordelijk gesteld voor het vinden van oplossingen voor deze duurzaamheidsopgave. Maar welke rol ziet provincie Friesland voor zichzelf in deze klimaattransitie? Friesland moet koploper van Nederland zijn in het opwekken van duurzame energie. Ja, deze stelling is eigenlijk een beetje omgeknipt in tweeën. Ze willen heel graag een duidelijke ja of nee horen op de volgende stelling. Friesland moet koploper zijn van Nederland in het opwekken van duurzame energie. Ja of nee? Ja. En deze energie wordt opgewekt door? Zonnepanelen en windenergie. Alleen die twee? Ik sluit andere energieopwekkingsvormen niet uit. Maar deze twee zijn op dit moment wel het mooiste en het belangrijkste. Ja, want hoe hebben jullie dat in het programma staan? Grote zonneparken of zonnepanelen op de daken? Kijk, bij zonneparken heb je altijd weer de afweging van gaan we zonneparken aanleggen in het landschap ten koste van zeg maar percelen die misschien ook geschikt zijn voor woningbouw of ten koste van een stukje natuur of agrarische bestemming. En dan is de stelling van je moet de energie opwekken daar waar het gebruikt gaat worden, waar het handigste is. En dat betekent dan dat je de daken moet benutten die er zijn. Met andere woorden, dan zul je ook kunnen kijken van hoe gaan we dat doen met zonneboilers voor de particulieren of gaan we grote warmtepompen voor een hele wijk neerzetten of gaan we gebruik maken van windenergie. En waar kun je dan die windenergie het beste opwekken? Zonder dat je dan meteen een stuk landschap verrommelt of vervuilt. Ja, is er dan bijvoorbeeld een optie om de windturbines op zee neer te zetten? Ja, en dat is dan ook een open plek. En dan moet je er wel op letten dat de vogeltrekpalen weer ongehinderd blijven. Want het blijven natuurlijk dan wel grote joekels waar met drie molenwieken zijn eigenlijk dan een soort gehaktmolen. Dus daar moet je voor uitkijken. Je moet nog met een heleboel dingen rekening houden. En aan de andere kant is het zo, omdat Friesland een plattelandskarakter heeft, moet je er wel voor oppassen dat je niet de energie op gaat wekken voor de Randstad. Ja. Daar moet je voor oppassen. Dus in ieder geval energie gewoon voor Friesland en niet meer opwekken dan we gebruiken. Ja. Want het stroomnet zat inderdaad al vol deze zomer. Wat gaat de provincie daarin doen? Want er komen steeds meer duurzame opties. Moeten we ook meer opslagruimte hebben? Ja, dat is één. De vormen van opslag, dat is nog niet helemaal helder hoe dat het effectiefste kan. Hè. Dus, denk aan batterijen, denk aan waterstofgas. Maar er zit ook een gedragscomponent van de mensen in. Dat betekent dus als de zon schijnt en er veel zonne-energie opgewekt wordt, dat zijn de momenten waarop je de wasmachine start en waarop je de elektrische auto oplaadt. Er zit een gedragscomponent voor de burgers in. En als het heel hard waait, kan dat ook. Maar als de zon niet schijnt en het is windstil, ja, dan ontkom je er niet aan dat je energie moet opwekken met de traditionele centrales. Ja, dan doe je denk ik op gas nog. Dan kan het nog een tikkeltje erger worden. Want op het moment dat de firma RWE ons uit het buitenland stroom gaat leveren, ja, dan loop je de grote kans dat het opgewekt wordt door een bruinkoolcentrale.
En dan wil ik de discussie nog wel aangaan dat een brandstofmotor, een traditionele brandstofmotor, minder uitstoot dan een elektrische auto als de stroom afkomstig is van een bruinkoolcentrale. Ja, want we kennen nu natuurlijk ook gewoon het dossier gasboren op de Waddenzee. Er zit natuurlijk heel veel gas in. Dat is eigenlijk ons gebied, ons Friesland, ons gas. Zijn jullie daar voor of tegen? Daar moet je tegen zijn. Ja, dat is ten eerste, we zijn met z'n allen bezig om in de laatste fase van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dus die zit echt aan het eind van zijn levenscyclus, zoals het dan heet. En we gaan volop de transitie in om duurzaam opgewekte energie te gaan gebruiken. En ja. Daar hoort ook bij dat je het natuurgebied van de zee gewoon moet beschermen tegen van joh, we gaan nog even gauw een gasbel leegtrekken. Niet doen. Ja, en komen we dan deze transitieperiode door met de windmolens en de zonneparken die we nu hebben en het klein beetje gas dat nog in Nederland is? Of moeten we dan ook weer gas importeren? Op het moment dat je dus in de transitie hebt dat er toch nog een stuk fossiele brandstof nodig is, dan zul je gas van plekken moeten halen in de wereld waarvan je zegt van nou, dat is een betere mijnbouw dan in een natuurgebied als heel uniek natuurgebied als de Waddenzeekust. Ja. Ja, duidelijk. Dan gaan we naar de laatste stelling. Jullie hebben grootste plannen voor Friesland. Geld kan je maar één keer uitgeven. Waar gaan jullie op bezuinigen? Ten eerste moet je niet bezuinigen om het bezuinigen. De provincie Friesland heeft een gezonde financiële positie. En twee, niet alles kan. Dat betekent dus als partijen in de Staten gekozen worden, dat er dan op dat moment een afweging gemaakt moet worden van wat kan wel en wat kan niet. En ligt er op termijn een begrotingstekort als dat in zicht komt, dan zul je daar dus ook al op in moeten spelen om te zeggen van we kunnen niet alles realiseren. Maar het is op dit moment, kijkt men wel naar dat je die begrotingstekorten in de toekomst weet te vermijden. Maar tot op heden heb ik niet begrepen dat tot grote bezuinigingsoperaties heeft geleid. Oké, want bijvoorbeeld gedeputeerde Friso Douwstra die zegt we moeten 7,2 miljoen euro besparen in de provinciale staten. Ja. Dat bedrag komt wel ergens vandaan, neem ik aan. Dus als we naar hem luisteren, moet er toch wel iets bezuinigd worden. Is er op dit moment volgens jouw informatie een 7,2 miljoen bezuiniging nodig? En op welk gebied komt dat dan tevoorschijn? Dat vraag ik aan u, waar u wil gaan bezuinigen. Kijk, als je een bezuinigingsoperatie moet afkondigen, dan ligt er nu een probleem. En dan is de vraag van welk probleem moet er eerst opgelost worden? Of moet door die bezuiniging opgelost worden? Ja, jullie partij denkt er zijn geen problemen, er zijn geen bezuinigingen voor nodig. Vooralsnog heeft, kijk als je naar het uitgavenpatroon van de provinciale staten kijkt, dan gaat het over structurele uitgaven, dus die jaarlijks terugkomen. En dat gaat naar incidentele uitgaven. En dan moet je ook kijken naar op dit moment zijn ze eigenaar van 15% van het qua aandeel in de windmolenpark. Mm-hmm. En de gestegen energieprijzen gaan dan een stukje extra dividend opleveren. Ik heb op dit moment totaal geen zicht op wat de extra revenuen zijn die daaruit tevoorschijn komen. Ga je die inzetten op de incidentele uitgaven en heb je daar die bezuinigingsoperatie nodig van 7,2 miljoen, dan kan het waarschijnlijk al voor een deel opgevangen worden met die extra inkomsten uit de windmolenpark. Okay. En zijn het structurele uitgaven, dan
zou ik daar op dit moment onvoldoende kennis over hebben om te zeggen van dan moet je in die en die hoek kijken. Dat kan ik nu niet beoordelen. Oké, dus jullie hebben niet in het verkiezingsprogramma iets staan waarin jullie zeggen dit kan beter, dit kunnen we beter uitvoeren. Er gaat nu heel veel geld heen, maar dat kan met minder. Ja. Hebben jullie daar een voorbeeld van? Daar hebben wij geen voorbeeld van. Nee. Okay. Nee, het is meer een, je maakt een verkiezingsprogramma, dan maak je een wensenlijst. En dan op het moment dat je in de Staten gekozen wordt, dan ga je met elkaar in de nieuwe samenstelling ga je naar zeg maar de begrotingen kijken. Dan pak je de begroting op en je pakt de lopende jaren op en je kijkt naar van joh, wat zouden we graag willen en wat wil de een, wat wil de ander. En dan is dat het moment waarop je zeg maar erin moet duiken om te kijken van ja, is er een bezuiniging nodig? Ja, waar doen we dat dan? En dat is dan een probleem wat je op dat moment moet aanpakken. En in een verkiezingsperiode ga je je wensenlijst kenbaar maken. Dat snap ik. Maar goed, niet alles, niet elke wens kan ook echt gerealiseerd worden natuurlijk. Ook niet in de Provinciale Staten. Dus jullie hebben misschien wel iets wat je eerder laat varen dan andere wensen? Ook wij hebben daar als 50PLUS flink over na moeten denken om daar een prioriteitenlijst in te maken. Ja. En nou ja, dan kijk je naar de doelgroep. Geef ouderen een stem. Nou, dan gaat het toch over de woonwensen die er dan kenbaar moeten worden gemaakt. Dan gaat het ook naar een stukje vervoer of leefbaarheid of cultuur. Hè? Want ja. De mensen die wat ouder worden en gepensioneerd worden, die hebben natuurlijk dan ook weer wat meer tijd ter beschikking. Omdat, nou, en zo ga je natuurlijk proberen voor je doelgroep ernaar te kijken. Ja. En dan, ja, dan kom je met elkaar in een nieuwe samenstelling in de Provinciale Staten. Hoop ik ook dat ik daar dan bij hoor. Nou, dan is dat het moment waarop je dan over deze taken moet buigen. Oké, andere vraag dan. Waar zou u extra in willen investeren? Grote zorgpunt, wat wij eigenlijk hebben, dat is dat de leefbaarheid en de sociale cohesie van de Mierskippen in Friesland, dat die op het spel staan nu. He, dus als je nu kijkt naar de CO2-discussie, dan is het decimeren van de agrarische sector, dat gaat ten koste van, althans dan staat de sociale cohesie op het spel. Want dan is de vraag, is jouw dorpsschool, je school in het dorp, ja, heeft die nog bestaansrecht? Kunnen we het multifunctionele centrum nog overeind houden? Kunnen de verenigingen nog bestaan, die voor een deel ook ondersteund worden door het bedrijfsleven? En maar ook door het volume, als mensen die lid worden en die betalen contributie. Ga je de agrarische sector decimeren, dan kan het ledenbestand aangetast worden. Ja. Dus daar maak je de grote zorgen over. En dus moet je zorgen dat je op het gebied van de transitie die er nodig is om de klimaatdoelstellen binnen je bereik te halen, om te zeggen van, wacht even, we zullen en de sociale cohesie centraal moeten stellen en zorgen dat die transitie zorgvuldig ingevuld wordt. En daar, ja, dat gaat heel veel centjes kosten. Ja, okay. Ja. Nou, hartstikke mooi. Duidelijk verhaal ook. Dan zijn we klaar.